ziet het steeds meer. Klanten die werknemers mogen beoordelen met reviews en service levels die meten en bepalen of jij en collega's wel klantvriendelijk genoeg werken. Maar in hoeverre mag dit eigenlijk? Ik zoek het voor je uit. Reviews, service levels, Als jij werkt met klanten, cliënten of patiënten, heb je er vast al een keer over gehoord. Reviews en service levels zijn eigenlijk nieuwe vormen van ouderwetse klant is koning. In de zorg zie je steeds vaker dat cliënten na behandeling hun behandelaar kunnen beoordelen. Via een online vragenlijst gaat dat dan. Of werk je op een helptest? Dan geeft een service level aan of het aantal telefoons is dat jij en je collega's in een bepaalde tijd afhandelen op zo'n niveau zijn dat de wachttijden kort zijn en de bellers snel geholpen en dus tevreden zijn. Mag de klant tevredenheid meewegen bij het beoordelen van je functioneren? Beoordelingsgesprekken houden als het goed is een bepaalde structuur met terugkerende punten. Als klanttevredenheid een onderdeel is van je beoordelingsgesprek, wordt er natuurlijk wel bij stilgestaan. Maar het moet wel redelijk zijn. Heb je een keer een negatieve beoordeling van een klant gehad, dan hoort dat niet zwaar te wegen. Maar heb je doorlopend slechte reviews, dan zou ik als werkgever misschien ook wel denken, er is hier iets aan de hand. Dus is het doorslaggevend in je beoordeling? Nee. Maar kan het meewegen wanneer je te veel ontvangt? Waarschijnlijk wel. Bij bedrijven waar veel op deze manier wordt gewerkt, is er vaak ook een ondernemingsraad die dit soort beleid moet goedkeuren. Tip: check je beoordelingsstructuur van je werkgever en vraag vooraf de punten waarop je beoordeeld wordt. Dan weet je wat je kunt verwachten. Mag je salaris bepaald worden door klanttevredenheid? Nee, maar er zijn werkvloeren, denk aan horeca of commerciële bedrijven, waar het wel kan meetellen in de positieve zin. Het mag in ieder geval niet meetellen in de negatieve zin. Je hebt een vast salaris en that's it. Maar het kan zijn dat je net wat meer ontvangt als er veel positieve reviews zijn. En ook dit moet in het bedrijfsreglement of in je contract staan. Ik krijg stress van reviews en service levels. Wat kan ik doen? Dat komt de klanttevredenheid zeker niet ten goede. Vervelend zeg. Hoe denken je collega's erover? Als meerdere mensen werkdruk ervaren door reviews en service levels, kun je dit samen aankaarten bij je baas. Dat is toch echt makkelijker dan alleen. Is dit geen optie? Op onze website hebben we een stappenplan staan hoe je toch lekker aan het werk kunt, ondanks de druk. Kijk voor de link onder in de beschrijving. En je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen. We denken graag met je mee over een oplossing. Hey, houd je hoofd koel, hè?